alle soorten fietsen, onderhoudsbeurten, reparatie, onderdelen, accessoires en verhuur. En daarvoor moet je zijn bij Ebra Fietsen. Nou, niet zo heel groot winkelcentrum, maar toch twee fietsenwinkels hier in het winkelcentrum. En ja, er staan mensen binnen. Ik ga gewoon even naar binnen. Hallo, goedemiddag mevrouw. Ja, niet schrikken hoor. U komt een nieuwe fiets ophalen? Nee. Niet? Reparatie. Oh, reparatie. Wat kost het, reparatie, als ik vragen mag? Volgens mij 15 euro of 18 euro, hè, zei je. Ja. Krijgt u cadeau vandaag? Oh. Ga ik voor u binnen? Ja, u denkt, wat gebeurt er allemaal? We zijn al... Het verjaardag? Ja, ik heb een verjaardag. Niet mijn eigen verjaardag. Maar. Niet je eigen verjaardag. Even kijken, hoe is het met de bel gesteld van de fiets? Doet hij het nog goed gewoon, of... Nou, wat vind jij ervan? Ja, hij doet het wel, maar hij is... Hij kan beter, hè? Ja, kan wel beter, ja. Ja, je krijgt ook een nieuwe bel van mijn cadeau. Oh, ja, nou eigenlijk niet van mij, maar eigenlijk ook van deze ondernemers. Want ik ben van het winkelcentrum en ik heb de pinpas van alle ondernemers. Okay. En ik mag vandaag in elke winkel iemand blij maken. En u bent te gelukkig hier bij Ebra Fietsen. Er zijn er heel veel. Oh jee. Nou, laten we deze. Gewoon die rode, nou pakken we die erbij. Kijk, dan wordt die er ook gelijk opgezet. Nou, dan ga ik de reparatie en de fietsbel afrekenen. Nou ja, alsjeblieft, graag gedaan. Wat is er eigenlijk kapot aan de fiets, als ik vragen mag? Sorry? Wat is er kapot aan de fiets, als ik vragen mag? De ketting loopt aan. Dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Nee. Die ketting spannen en smeren. En dan wordt de totale schade voor mij. Even kijken hoor. 1995. Nou, daar gaan we. Ja, hij is akkoord. Hartstikke mooi. Mag ik voor jou het bonnetje voor mijn administratie? Lukt dat? Kijk, top, dankjewel. Nou, gefeliciteerd. Veel plezier ermee. En een fijne verjaardag, hè, vandaag. Ja, oké, tot ziens. Dag.